Yo, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we een leuke, interessante wedstrijd. Wat ik even vooraf wil vertellen is, dat is gewoon een open wedstrijd. Er is geen gewichtsklasse. Er doen meerdere klanten van mij mee. Een jongen die is ongeveer 75 kilogram. Dus doen mensen mee die hebben meegedaan aan het Nederlands kampioenschap treintrekken. Er zit een jongen bij die... Die is de armborstelaar nummer 1 van Nederland. Al met al dus best wel serieuze jongens. En ja, wij hebben er niet echt heel serieus voor getraind. En nummer 2 is dat het, zoals jullie horen, gefilmd is door mijn ouders. Dus hier en daar zal het wat schudderig, trillerig zijn. En ik heb er wat telefoonbeelden doorheen gegooid. Ja, en dus benadruk nog even. Wij hebben niet specifiek voor deze wedstrijd getraind of iets dergelijks. We doen gewoon voor ons plezier mee. En ja, als je jongens van 75 kilo hebt en de concurrentie is 140 kilo of 120 plus, dan is dat niet helemaal eerlijk. Maar mag de pret niet drukken, we hebben ons stinkende best gedaan. Ik heb 2 dames meegenomen die bij mij sporten en 1 jongen dan. En natuurlijk heb ik zelf het meegedaan, dus dan gaan we vandaag gewoon lekker naar kijken. Dit zijn alle mannelijke deelnemers. Zoals jullie zien hoort die jongen bij mij. Vergelijk hem vooral even goed met de jongens die daar in beeld staan. Al met al is het wel gewoon leuk om een competitie te houden met mensen die plusminus ja, ook even zwaar zijn. Nou, dit zijn ze. En hier zien we de vrouwelijke deelnemers, 5 stuks. Mannen overigens 12 stuks. Hier zien we de eerste dame, Maaike die bij mij traint. Het is wel een beetje jammer van het weer natuurlijk en vooral de hele gladde voeten, dat is wel heel irritant. Maar we gaan lekker vol gas. Goed, redden. Gas, gas, gas. Hoppakee. En hier zien we Yvonne, de tweede deelnemer die van mijn sportschool meedoet. Die werd overigens eerste op dit onderdeel, dus echt super tof natuurlijk, echt heel leuk. Gas, Yvonne, gas, 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 gas. Goed. Alleen tussen die twee al. Goed. Het gaat goed, Yvonne. Kom op, hou vol. En hier zien we Remco, de lichtste deelnemer. Volgens mij had hij iets van 27 nog iets, dat horen jullie zo. Ging echt lekker. Goed zo, jongen. Dat zien we inderdaad, hoe je dat ziet. Lekker, gewicht, het maakt niet uit. 27, 34. Ja, hier zie je een wat lichtere deelnemer. Ja, bij de start heb je wel wat kilo's nodig hoor, dat was bijna. Daarom zijn we ook wat zwaar. Hier zien we mijn truckrun. Zoals je Wout zelfs al hoorde zeggen, inderdaad, wat meer kilootjes is het wat makkelijker. En het was ook lekker glad, dus die voeten gleden en gleden, maar full power natuurlijk. En dit vind ik wel een prachtstukje. Luister vooral even goed naar Wout en zijn verbaasdheid. Ik ben even in het helft kwijt, weer in de 25. 25-21. Ja, dat is de tweede tijd daarna, ik ben even. Nou, is goed. Tweede tijd? Tweede tijd van deze richting, jongen. Dat was uiteraard de tweede tijd tot dan toe. En uiteindelijk ben ik volgens mij op plek 3 à 4 geëindigd. Dus echt dik tevreden. Hier zien we Maaike met de front hold. 15 kilo. Voor de mannen 15 kilo. Vrouwen 15 kilo. Deze hadden we al een keer geoefend. En het is wel een mooi stukje. Want je ziet dat ze mij straks aankijken. En dat ik zeg, gooi me neer. Want het record stond op 22 seconden. En alles boven de 22 seconden is dus gewoon winst. Dan stond ze op nummer 1 aangezien ze... als laatste aan de beurt was. Hou me vol! Hou me vol! 20, je bent er bijna! Je bent er bijna! Ja, goed! Ja, mooi, voldoende! Ruim voldoende! Ruim voldoende! Maaike pakt op vorige onderdeel dus eerste plek. En hier zien we Yvonne. We gaan naar 50 seconden. Hij moet omhoog, hij moet omhoog! Corrigeer stop! 19,25. En Remco met de... pijnlijke fronthold. Oh, het is zo'n zwaar onderdeel. 1 en al wilskracht. Mooi, hou hem vol, hou hem vol. Gewoon blijf hangen, gewoon op karakter. Goed, hou hem vol. 42,
Nummer 9. Ja. Dit is mijn poging en vorig jaar eindigde ik op 1 minuut en 1 seconde. Zoals jullie horen, 1 minuut 4. Ik geloof dat het de derde plaats was. Dus dik tevreden mee. Ja, toch goed. 38e. Hier zien we Yvonne bij het Conan Wheel. Ik zelf heb dit ook nog nooit gedaan. Het was echt lood en lood zwaar, zoals jullie hier straks gaan zien. Ja, gewoon verstand op nul. Lopen, niet op kunnen oefenen. Ja, echt typisch strongman. Gewoon fantastisch om te doen. Echt hartstikke gaaf. Lastig. Hier weer poging nummer 2. Natuurlijk helemaal leeg en dan toch nog gewoon, doorzetten. Gooi het bij een bandje, gewoon lopen. Goed een beetje bij elkaar. Yes, en nu omhoog. Omhoog, goed. Hoppakee, en lopen. Goed, blijven lopen, blijven lopen. Goed, goed, goed. Hier zien we Maaike dan. Ik geloof dat het een kilo of 100, 110 is. Ja, en dat in deze positie met je handen onhandig is gewoon echt loodzwaar. Wij gaan niet naar huis. Je kan het. Hier zien we mijn poging op de Koningswiel. Ik denk dat die dames een kilo of 60 wegen. Dus dan heb je 120 kilo plus het apparaat. Ja, 150 plus of zo zou ik denken. Ik durf het niet precies te zeggen. Je mag beginnen, meneer. Dat begin ik ook. Kom op, jongen. Kan hij hem hard krijgen? Kan hij ermee lopen? Ja. Kom aan, kom aan. Kan je wel? Oh, het zijn we toch trots op je. Kom op, kom op. Ja, goed zo. Ik ken het. 1 en al pijn. Anderhalf rondje. Concurrentie liep 2 rondjes. Dus hier heb ik echt al veel punten verloren. Heel jammer, maar ja, nooit gedaan. Het volgende onderdeel waren de Farmer Walks. 55 kilo per hand. Er staan 2 pionnetjes. Het is gewoon 10 meter tussen de pionnen in. Yvonne die we hier zien, die heeft altijd heel snel last van de handen. Normaal gesproken loopt ze maar een meter of 20 à 30 hoogstens. En hier zet ze gewoon echt gewoon een fantastische afstand neer. Kijk die training! Hoppakee! Goed! Goed! Lopen! Lopen! Naar de 60! Stukkie! Stukkie! Goed! Goed! Hou hem vol! Waar zit ik? Hop! We gaan er voorbij! Juist! Ja, 60! Goed! Hier zien we de poging van Maaike. Super tof dat de mensen uit het publiek gewoon mee gaan doen en mee gaan rillen. Ja, dat is echt gewoon tijdens de sterkste manwedstrijd. Het lijken allemaal beren, maar het zijn allemaal stuk voor stuk hartstikke aardige gasten en dames. Hier zien we Remco met de Farmers. Als we het over wilskracht hebben, is dit gewoon echt een fantastisch filmpje. 55 kilo per hand, terwijl je zelf een kilo of 70 weegt. Ja, dat moet, dit is echt dit is pure wilskracht gewoon. Niks meer en niks minder. Gewoon op wilskracht! Kracht! Hop, 70! Lopen! Eén keer mis! Kom op! Eén keer mis! Gewoon op wilskracht! Goed! Lopen!
Hoppakee. Nu zien we Mijn Farmers poging. Fantastische poging. Ik zou zeggen, kijk hem zeker helemaal. Het publiek gaat uiteindelijk ook lekker los. Het oude record stond op 100 meter. En dat was een algemeen record. Het evenement werd 8 jaar gehouden. En in die 8 jaar is er nog nooit iemand verder gelopen dan 100 meter. Zoals je kunt begrijpen, super blij mee. Een meter of 103, 104. Uiteindelijk werd ik nog wel ingehaald door 110, omdat ik de derde deelnemer was die moest. En ja, daar zit er toch net een tikje meer wilskracht in. Maar al met al leverde het met dit een derde plek op. Gewoon fantastisch. Dik tevreden. Hier zien we de overhead press met 70 kilo. Echt loodzwaar. Zoals jullie zien, echt je benen, je armen, je rug, alles is zo op. En dat was voor mij gewoon zwaar. Lange armen, geen super gespierde armen. Gewoon alles gegeven wat ik heb. Ik krijg uiteindelijk 6 punten terwijl ik er maar 5 heb gedaan. Dus dat is wel een voordeel. Maar ja, de concurrentie deed 9 plus. Dus hier zakte mijn score aardig omlaag. Helaas. Yes. Goed, Maaike. Yes. Hoppakee. Vingers eronder. Hoppakee, goed. In 9 seconden. Vingers er helemaal onder. Het laatste onderdeel. Natte Atlas Stones voor de vrouwen 35, 50 en 70. Leg hem op. Ja, die 70 was gewoon too much. Het was echt een loodzwaar ook weer. Goed, 1, 2. Goed, goed, goed. Hoppakee. Vingers en onderarmen. Nu nog niet. 3 komen nog. Applaus voor deze dame. 2, 1, start. Tijdloop. Daar gaan we. Goed. 50 gelukt ook. Het record is in 9 seconden. Kan je dat sneller? Yes, en voor die 70 gewoon de tijd nemen. Vingers eronder. Hoog heup, hap adem. Kijk, hoor het publiek. Yes. Het publiek, ik hoor jullie niet. Hier zien we Yvonne met de 70 bal. Ook gewoon weer loodzwaar. Goed, goed. Leg hem op je vingers. Yes, hoog heup en gas. Juist. Goed, 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 goed. Ja, Yvonne. En dan zie je toch, ze krijgt hem net omhoog en daarna is het gelijk helemaal leeg. Er is maar 1 dame van de 5 die het is gelukt, dus ja, gewoon jammer, we waren halverwege, maar net niet gelukt. En na zo'n poging ben je gewoon echt in 1 keer leeg. Laatste poging! De tijd zit erop! Hier zien we Remco met de Atlas Stones, voor mannen zijn ze 70, als hij die nu optilt. Van 100, 120 en nog een 140 of 150. Vergeet niet dat deze jongen 75 kilo weegt. Nou, als je dan een 70 bal al zo makkelijk opkrijgt, is dat hartstikke knap. Met magnesium, ze zijn glad nat, pakt hij die tweede steen, een belangrijke hier. Dikke 100 kilo. Kom Remco! Nog 10 seconden. Stoppen. Kijk, de tijd is op 1 steen. Helemaal goed voor hem. 1 steen.
Hier zien we mijn poging. Wel even een kleine side note. Ik was als eerste. Dus daar lag de 70 bal. Daarnaast lag een 120 en daarnaast een 100. Wout had ze per ongeluk verkeerd neergelegd. Zoals jullie zien krijg ik nog wel een paar centimeter beweging in die 120. Maar dat heeft me zoveel energie gekost. Dat ik simpelweg die 100 daarna ook niet meer omhoog kreeg. De helft. Ik denk dat er 3 à 4 mensen waren die de 100 er wel op kregen. Tijdens de training lukt het gewoon. Ja, ik heb gewoon mijn energie verspild met die 120. Ja, daar baal ik gewoon van. Zonde, zonde. Dus ja, dit heeft me wel een plek gekost. 3, 2, 1, start. Raymond Siels, 70 kilo. 70 kilo. Deze moet je eerst hebben. Kom maar. Zoals jullie zien, foutje daar. Deze, ja, zoals jullie ook zien, ik kreeg hem 1 keer omhoog. Ja, te erg afgeleid, energie kwijt. Ik kreeg het niet meer voor elkaar. Die ballen zijn nat, het is glad. Je armen liggen tot bloedens toe open. Alles gegeven wat ik heb, het is niet anders. Je dacht ik om nog even te draaien. Ik dacht misschien als je op de juiste kant ligt. Wout zei het ook nog, draai hem even om. Misschien dat het nog wat scheelt. Hij blijft staan op de steven 70 kilo. En dan komen we bij het belangrijkste gedeelte. De prijsuitreiking. De dames zien jullie hier eerst. Op de vierde plaats. Ja. Op de vierde plaats, Maaike! Ook een nieuwkomer. Nu gaan we voor het serieuze. Nu komen de bekers in het spel. Wie wordt de nummer 3? Yvonne! Opnieuw! En hoppakee, Yvonne, derde plaats. Prima, hartstikke trots. Super gaaf. Zoals jullie hier horen heeft Wout zelfs altijd een prijs voor de belofte. Oftewel waar die potentie in zit of iemand die een fantastische wedstrijd heeft geleverd en gewoon alles heeft gegeven. Dat is een soort van troostprijs, die wordt ook nog een keer uitgereikt. Dames, blijf even staan hier. We gaan even een paar foto's maken. Wout zelfs heeft altijd een prijs voor de belofte. Maar hij denkt, die gaat het nog ver maken. Die raakt hij altijd uit. Ik weet geen namen, dus. Wout mag zeggen. Grootste belofte. Ik reken op dat ze volgend jaar weer is. En dan nummer 1 wordt Maaike. Hey! Hartstikke leuk. Beide dames gewoon voor de eerste keer meedoen. En dan alle twee gewoon een beker naar huis. Ja, ik ben meer dan trots natuurlijk. En hier hebben we het prijsuitreiking van de mannen. Ik zal jullie de moeite besparen en niet iedereen laten zien, alleen die van mezelf. De zevende plek voor Marco Hamstra en Raymond Schultz. Dat is dus een gedeelde zevende plek. Prima plaats. Wel jammer dat die Atlas Stone bij mij gewoon verkeerd lag. Anders had ik natuurlijk wel precies op 6 kunnen eindigen. Gewoon middenmoot waar ik op had gerekend. Hier zien we nog een leuke eindfoto. Ik sta een beetje achteraan, achter die jongen met dat grijze shirt. Die ziet net mijn hoofd. Nou, al die jongens aan de linkerkant ging ik dus voorbij. Aan de rechterkant helaas nog niet. Daar moet ik nog wat meer. Zal ik nog wat meer voor moeten eten. Maar moet goed komen. Was gewoon echt een fantastische dag. Dik tevreden.